geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik een berichtje voor jou typ. De like challenge begint nu. Kijken. Ja. Hey, grappige berichtjes tussen. Je hebt het al gelezen in de titel. Hey Liz, ik heb per ongeluk mijn snoep bij jou laten liggen na school. Dat is vervelend. Het is sowieso vervelend om iets bij een ander te laten liggen. Oh, echt, zegt Lizzie. Ja, een chocoladereep die ik in de pauze heb gehaald. Ja, dat is gewoon letterlijk de emoji die erbij staat. Oh, die! Ik ben bang dat hij verhuisd is. Ja, verhuisd? Waarheen? Mijn maag. Wat? Dat was mijn chocobaby. Chocobaby? Sinds wanneer noemen hun mensen eten namen? Jij noemde je appel gisteren nog liefje. Matthijs, kan je zo meteen een extra potlood meenemen naar school? Alweer, zegt Matthijs. Hoezo? Je had er toch één? Ja, had inderdaad. Alweer weg. Het lijkt wel alsof iemand ze meeneemt. Er is altijd wel één leerling die spulletjes van andere leerlingen pakt. We kennen ze allemaal! Oké. Welke wil je? Zo! Matthijs heeft veel potloden. Hey, die gele, roze en groene is van mij. Matthijs, jij neemt de potloden en pennen van je vriend mee. Onacceptabel! Ik moet zeggen, een pennenverzameling is wel awesome. Maar je mag het niet van anderen meenemen. Dat moet verboden zijn. Suzanne, stuur eens een foto van jouw aantekeningen voor geschiedenis. Vraagt dit meisje aan haar vriendin. Ik weet niet of dat zin heeft. Jawel, jawel. Stuur maar. Nou ja, omdat jij het zegt. Vervolgens stuurt ze een leeg notitieblokje. Dat is een leeg papiertje. Ik zeg toch dat het geen zin heeft. Dit is best wel herkenbaar. Iemand vraagt aan jou. Hey, kan je even doorsturen wat het antwoord is? En jij zit zo van. Ik heb het antwoord nog geen eens. Bianca. Zou je een foto willen sturen van je huiswerk? Cool, ik zou wel willen, zegt Bianca. Maar er is een ongelukje gaande. Dat klinkt naar. Oeh, vervelend. Nou ja, een snelle foto is ook goed. Ik denk dat je het niet snapt, zegt Bianca. Maar prima. Oh nee. Ik snap wat ze bedoelt met een ongelukje. Ze heeft koffie over haar huiswerk gemorst. Ah! Ik heb het serieus wel eens een keer meegemaakt dat ik tijdens een toets nog wat drinken van de pauze op mijn bureau had staan. Schooltafel. En dat ik het letterlijk over de toets liet vallen. Je had het gezicht van de leraar moeten zien. Dat was echt. Nee! Koffie is niet het goede antwoord. Ja. Dat snap ik! Tenzij je dorst hebt. Dan misschien wel. Laura? Met een gestoorde emoji. Welk boek heb jij voor je boekverslag? Ik heb een sprookjesboek gekozen. Dat klinkt leuk. En jij? Ik heb een boek wat ik zelf heb geschreven. Wat? Zegt Laura. Schrijf jij boeken? Stuur een foto. Jazeker. Check maar. Een leeg boek! Oh, wat erg. Dan hou je je boekverslag en dan gaat het zo. Ja, hier hebben we Job met zijn boekverslag over zijn zelfgeschreven boek. Hallo, leuk jullie er zijn. Daar ga ik. Bedankt. Dat was mijn boekverslag. Er staat niks op het boek. Leegte. Meester, ik ben later vandaag. Oh, hoezo dat? De bus is te laat. Nou, dat is op zich een reden. Dan ga je toch met de fiets. Mijn banden zijn lek. Klinkt als een smoes. Dan loop je toch? Touché, meester. Touché. Mijn benen zijn te laat. Nee, daar trapt hij denk ik niet in. Prima. Dan kan je ook te laat naar huis vandaag. Nablijven. Dat is wel de ultieme comeback. Meester has won. Meester, wat is eigenlijk uw lievelingseten? Rekensommetjes met een saus van grammatica. Oh, wat erg. En als toetje de onvoldoende voor jouw afgelopen toets. Deze meesters zijn fire. Fire, zeg ik je. Nee. Matt, waar ben je? School is begonnen. Oeh, dat klinkt niet goed. Ik ben er al lang, joh, zegt Matt. Serieus? Ik zie je nergens namelijk. Ook de leraar niet. Als de leraar je niet ziet,
dan ben je er niet. Kan zo zijn, maar ik ben er toch echt. En hij stuurt een foto van een videospel waarin hij op school zit. Ah! Dat is een videospel! Je kunt niet in een game naar school gaan en denken dat je dan echt op school bent. Twaas. Yo Ronald, ga je mee naar het zwembad zometeen? Ik wel. Sorry, ik kan niet. Ik zit vast. Oh nee. Ronald, waar? Vast? Waar? Ja, dat vroeg ik ook. De gevangenis. Dramatisch. Niet waar. Foto. Ik denk niet dat je een foto kunt maken als je in de gevangenis zit. Oké. En hij stuurt een foto van het klaslokaal. Dat is geen gevangenis. Voor alle duidelijkheid, we moeten blij zijn dat we zo vanzelfsprekend naar school kunnen. Het lijkt misschien soms irritant. Ik snap vraag 2 niet. Zoals dat. Maar het is mooi. Rick, omschrijf school met emoji is een opdracht voor vanmiddag. Een emoji toets? Oh, oké, juffrouw. Komt ie. Poepje plus alien is school. Oh. Nee, daar gaat je kans op een voldoende. Scheetjes alien, Rick? Scheetjes alien! Yay! Zoiets, ja. Ik kan je geen voldoende beloven. Hartje, 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 hartje is school. En nu? Dat is beter. Oké, ik moet zeggen, dat is best wel een beetje slijmen. Maar misschien is dat beter voor je rapport. Luca, tijd voor een BFF-toets. Vraag 1. Wat eet ik het liefst? Alles wat suikerig is. Goed. Vraag 2. Wat vind ik niet leuk? Dat iemand aan je eten zit. Goed. Vraag 3. Wie zit er meestal aan mijn eten? Waarop de beste vriendin antwoordt. Oh, precies! Dit is echt een hele goede manier om je beste vriend of vriendin te laten weten. Blijf van mijn eten af, want anders... Danny, onverwachte emoji quiz. Zegt een vriend. Kom maar op! Zou jij een emoji quiz kunnen halen? Laat het in de comments weten. Bedenk een leuke emoji quiz in de comments. Ik doe mee. Wat betekent deze emoji? Verliefd zijn! Goed! En deze emoji... chocoladepudding. Dat is geen chocoladepudding. Ik hoop het niet voor je. Ik hoop het ook niet voor je. Want dan moet je nodig je tanden poetsen. Oké, weet je wat? Ik ga een aantal leuke emoji quizzes typen voor jullie en ze komen hier te staan. Let's go. Wat is dat? Laat het weten in de comments. Emoji quiz 2. Oké, jongens. Ik ga het niet zeggen. En nu de derde. Mag ik ook meedoen? Ja, natuurlijk. Gewoon een reactie achterlaten. Ja. Dat is een lastige. Zou jij die emoji quizzes die ik heb bedacht kunnen oplossen? Laat je antwoord dan in de comments weten. Wat zou nou een favoriete emoji zijn van een leraar? Zou dat deze zijn? Of juist deze? Deze? Of deze? En van een monster uit een enge film? Deze? Iets te happy, deze. Iets te buitenaards, deze. Oh! Waarschijnlijk die. Laat in de comments ook jouw favoriete emoji weten. Oké, laat ik kijken welke ik vandaag het meest heb gebruikt. Even kijken. Deze. Ja. Misschien zijn mijn Robux op. Bedankt voor het kijken. Er moet een abonneer-emoji komen. Like voor de abonneer-emoji. En adios. Bonus sms'jes. Charlotte, je zit toch niet stiekem op je telefoon in de les, hè? Nee hoor, hoe kom je daarbij? Nou, je was net online op WhatsApp. Oh ja, ik wou even chatten met mijn huiswerk. Kijk maar uit, anders is jouw iPhone zometeen my phone. James, beschrijf mij in 1 emoji. Oeh. Dat is lastig. Probeer het. Oké, daar komt ie. Wat? Rustig. Je bent mijn poepie. Dat is een compliment. Oh, dankjewel. Ik dacht dat je me niet lekker vond ruiken. Maar... Oh.
Coach, bent u daar? Waarom is er niemand op het voetbalveld? Nou... Ja... De hond heeft mijn voetbal opgegeten. Die smoes werkt alleen bij huiswerk. Prima, rode kaart voor jou. Een rode... Hoezo krijgt... Het is goed zo.